altijd helemaal van het gas afgaat? Dat, dan praten we eigenlijk dat dat formeel in het jaar 2050 zou zijn. Ja. Dat is de warmtetransitie. Die warmtetransitie, de stadnota is vastgesteld. Aan de hand van de stadnotitie gaan we de definitieve stad transitie akkoord warmte ontwikkelen. En dat is voorgezien dat we dat in december 2021 in de gemeenteraad hebben. Ja, als ik ambities hoor, dan denk ik altijd aan Veerens met zijn richtingen. Denkt u dat het echt dat doel wordt bereikt in 2050? Ook kijken naar de omliggende landen die er toch meer gaan inzetten in aardgas, zoals Duitsland? Ja, wij hebben te maken met de Nederlandse wetgeving. Ja. En daar is bepaald dat we in 2050 van het gas gaan. Ja. We beginnen er nu tijdig mee. Dat is ook een wettelijke regeling. Andere gemeentes doen het exact zo. Dat we de transitienota warmte gaan vaststellen. Daar wordt een soort wijkindeling gemaakt. Dat we zeggen, nou, welke wijken komen daar het meest kansrijk naar voren toe om die als eerste te pakken. En vervolgens, hoe gaan we daar verder mee? En ja, een alleshangende prijskaartje, en dat is ook met die transitiewarmte. Van het moet natuurlijk wel betaalbaar voor iedereen zijn. Uiteindelijk, ja, wat minder aan gas gebruikt wordt, ja, dat die lasten kunnen dan ingezet worden om die transitiewarmte mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling natuurlijk dat de inwoners en bedrijven daar dus duurder uit zijn. Ja, nou ken ik u als liberaal, dat u niet zo voor bent van kapitaalvernietiging. We hebben een behoorlijk mooi aardgasnet. Kunnen we dan niet met andere energiebronnen dat toegankelijk maken? Wij hebben gezegd van dat we het bestaande aardgasnetwerk laten we in de grond liggen. Ja. Blijkt dat daar dus nieuwe technieken komen. En waar je op doelt, dat is onder andere waterstofkracht natuurlijk. Die ontwikkelingen gaan hard, daar ben ik eerlijk in. Dat is ook heel moeilijk om een beleid eigenlijk uit te... Ja. En dat is voor de consument ook heel moeilijk. Welke richting moet ik eigenlijk op? Ja. Ja, maar we zitten met de huidige wetgeving. Ja. Kijk, en we moeten voldoen dat we in 2050 van het gas af zijn, dat de mensen tijdig maatregelen kunnen nemen wat voor hun ook het beste is. Nou, daar komen dus voorstellen bij van hoe kunnen we dat realiseren. En wat we dus ook gaan doen, dat we ook de mensen met de kleine beurs daar ook gaan bekijken van of dat betaalbaar gemaakt kan worden. Dus dat nemen we absoluut mee in dat hele... Maar dit is eigenlijk zo'n leenfonds eigenlijk. Dat hebben we hier ook al, ja. Maar dat met name ook voor als we van het gas afgaan, ja, dan moeten dus investeringen gedaan worden. En dan kijken we ook hoe we dat voor iedereen toegankelijk kunnen maken. Ja, wanneer kan de consument eigenlijk nog een keus maken dan? Gezien op de hele ontwikkeling, want dat is erg onduidelijk. Nou, daarom is dat plan ook gemaakt. We hebben eerst de startnotitie warmte is ontwikkeld. In december krijgen we daar dus het plan van aanpak, zoals we dat noemen. En dat geldt voor al die 8 andere gemeenten, zeven gemeenten zo. Ja, exact zo. Kijk, dan wordt een wijkindeling gezegd, nou, welke is het meest kansrijke, welke wijken kunnen als eerste van het gas af. Ja. Maar we zitten natuurlijk ook met een heel groot buitengebied. Ja, dat zal ook een bepaalde aanpak vereisen. Hoe gaan we daarmee om? En net wat ik zeg, de mensen met de kleine beurs willen we het ook betaalbaar hebben en houden. Ja, anders komen ze in de kou te zitten. Daarom, en dat willen we niet. Nee, dat wil de politiek niet. Dat snap ik. Ja, de aarde warmt al op, dus ja, dat is een lullig, zeg maar. Ja, maar natuurlijke warmte is onvoorspelbaar soms. Ja, ja. En we zitten niet in de omstandigheid dat we dus hier in de achter, tenminste voor Aalten, niet dat we bedrijven hebben die warmte over hebben. Dus daar kunnen we helaas geen gebruik van maken. We kijken waar mogelijk is. Dus het was een spannende jaar eigenlijk. Ja, er staat ons een hoop te wachten qua duurzaamheid, dat durf ik rustig te zeggen. En we hebben dat ook in ons programma staan, daadkracht, duurzaam en dichtbij. Duurzaam met name ook dat we hier naar kijken, dat we voor Aalten een hele mooie duurzame gemeente kunnen zijn. Goed.